Je ziet totaal niet wat er aan de overkant op je afkomt. Tegemoetkomend verkeer kan je niet aanzien komen. Totaal geen zicht op wie je tegenkomt. Daarom is de brug dicht. En dat vindt Desirée Molenveld... schrijnend, schandalig. Vooral voor haar vader en andere oudere mensen die aan de Bergseweg wonen. Nou, ik ben 84, dus het kan nog wel gaan. Maar de post en de vuilniswagen en de praktischdiensten, de krant... moet 5 kilometer omrijden om bij mij een brief te brengen. Ik heb in januari een beroerte gehad. De ambulance stond vast voor de brug. De brug waar sloepen onderdoor kunnen werd vorig jaar gebouwd door een projectontwikkelaar... die daarvoor vergunningen en bouwtekeningen goed liet keuren door de gemeente. Toch kwam de gemeente Stichtse Vecht een paar dagen na de opening van de brug... tot de conclusie dat die toch niet veilig was. Dus werd de brug gesloten. Als dat een paar weken duurt, prima, maar dit duurt 8 maanden. De gemeente stelt nu voor om een fiets- en wandelpad aan de andere kant van de haven aan te leggen. Maar volgens de projectontwikkelaar, van wie de grond is, is dat stuk te smal. Hij stelt voor als tijdelijke oplossing om verkeersborden en stoplichten bij de brug neer te zetten. Maar daarmee gaat de gemeente weer niet akkoord. Ik zou zeggen, pak er een goed glas bij, ga met z'n tweeën zitten en kom tot een oplossing. Want volgens mij wil iedereen, ook degene die hier deze prachtige haven heeft aangelegd... en ook de gemeente, zo snel mogelijk dat het opgelost wordt. Voor de omwonenden is er trouwens maar één simpele oplossing. Nou, gewoon een nieuwe brug. Die past en die klopt op de breedte van de weg... Maar dat is een dure operatie. En wie gaat dat betalen? De gemeente of de bouwer van de brug? Daar zijn de twee partijen nog niet uit. Voorlopig blijft het dus nog even behelpen voor mensen die per se de brug over willen. Zo dus. Gaat dat. En dan zo. De brug op.